ze deden bij TikTok. Yes. Die jongens daar zijn aan en dat weet je. Oh yes, welkom allemaal bij de eerste aflevering van TikTok. Ja, heel veel gezelligheid, heel veel gasten. En ja, ook de return van Hetty en Risa. Moest je er een keer voor komen? Ja, echt waar hè? Ja. Jarenlang radio gemaakt en nu dan in één keer even een podcastje. Een podcast over de clubscene en lifestyle, alles in één. Om jou in ieder geval een beetje bezig te houden tijdens deze coronacrisis. Want je wil natuurlijk het liefste de club in. Daar hoef je mensen als mij niet te zien. ja, helaas, nu moet je het toch met camera doen. Mocht je thuis gewoon meeluisteren, dan gaan we je ook uitleggen als er hier in de studio dingen gebeuren waarvan je geen weet hebt, doordat je niet mee aan het kijken bent. Nee. Het leuke ook is, hè, vooral bij jou, kijk, is dat je het ook gewoon niet per se hoeft te zien. Je kan het ook gewoon luisteren op Spotify. Weet je? Dat scheelt weer. Dat zijn wel weer de mooie dingen. Ik vind het nu al niet meer leuk. Ja, dat begrijp ik. Hey, Risa, veel gebeurt ook natuurlijk, maar laten we even beginnen met onze gasten, man. Want we hebben weer een leuke tafel. Ja, we hebben een hele leuke tafel. Aan de rechterkant van mij zit Johnny Five. Is het nou 5000 of 500? 500. Oké, okay, ja, ik zit in één keer aan 5000 te denken, maar dat komt door... Hoe kom jij... Dude, Iron Man heeft zo vaak bij ons aan tafel gezeten. Het ding is, Iron Man, dat zegt dat kind op een gegeven moment, I love you 3000. Android 3000. Android 3000. Bestaat ook nog. Gumball. Ja. En aan we gaan trouwens niet knippen, dus dan weet je dat. Ja, dit laten we er gewoon meteen in. Sorry, ik heb weer even een hele mooie... Aan mijn linkerkant zit meneer Chris Cross Amsterdam himself, Yuki. Nou ja, niet de meneer Chris Cross Amsterdam. We zijn met z'n drie, hè. Maar ik ben nu even afgevaardigd, inderdaad. Waarom ben jij afgevaardigd? Ik praat het makkelijkst. Je praat het makkelijkst. Ja, de anderen kunnen niet echt... Nee. Ik kan heel goed draaien. Je bent een MC, toch? Daarom toch? Dus ik kan heel goed draaien. Ja. Ik kan goed hockey, hè. Ja. Ja. Hey guys, weet je, normaal is het altijd een beetje puzzel, hè. Van, hey, kunnen ze nou komen of niet? Ja. Zeven van vijf. Ja. Ja, rustig, hè? Rustig, ja? Is dat zo? Nou ja, weet ik niet. Je hebt wel te maken met twee daddies to be, dus we moesten wel... Ik denk de enige... Ja, laten we daar dan even mee beginnen. Ja, goed werk. Oké, laten we daar eens mee beginnen. Twee daddies to be, wanneer ben jij uitgerekend? 8 januari. 8 januari, en jij bent? 4 februari. 4 februari. Yes. Als je dan terugrekent, kom je dan bij het begin van de coronacrisis? Ja, ongeveer. Ja. Bij mij wel, ja. Bij jou wel. Ja, bij jou ook een beetje. Ja, bij mij ook wel een beetje, ja. Oké, maar dan vraag ik me af, is dit dan gepland of was dit al bij jou spelende voordat die hele crisis begon, Johnny? Ja, het was gewoon, je weet nooit hoe lang het duurt. En ik denk dat we daar zometeen bij gaan 9 komen. Maanden schijnt wel echt de max te zijn. Dat is je weet nooit wanneer je een doelpunt maakt, zeg maar. Ja. Op het moment dat je doelpunt maakt, ja, bij mij ging het doelpunt heel snel. Dat was denk ik echt in de derde minuut. Oh. Maar, wel zelf gescoord, hoop ik. Ja, zelf gescoord. Okay. Ik heb hem niet afgelegd, nee. Ja, maar jullie hebben verder geen kinderen dat jullie weten? Nee, ik hoop het niet. Nee. Maar dat was dus vrij snel raak. Bij mij was het vrij snel raak. En ik bedoel, ja, het kan ook langer duren. En ik had wel voor mijn 30ste kinderen. En ik begon op 28 en 2 minuten later was het... En hoe ging dat voor jou, Yuki? Ja, bij mij een stuk minder snel. Wij waren eigenlijk al 2 jaar bezig. Ik wilde het eigenlijk rond mijn 30ste. Ik ben nu 33. En zij wilde het rond haar 27ste. En zij wordt nu 30. Dus het is niet... bij de ene gaat het heel snel, bij de andere duurt het wat langer. Ja, maar het is wel een serieus ding, hè? Ja. Dit valt echt niet te plannen. Ik bedoel, het is echt gewoon... Dat heb ik ook gemerkt. Ik bedoel, ik heb 2 kids. Het is echt gewoon een wonder. Ja. Hè? En je moet ook het geluk hebben dat je überhaupt kinderen kan krijgen. Ja. Dat, weet je? En met die gedachte zijn wij begonnen. Want ik bedoel, misschien heb je wel een Yuki-verhaal. Dat je toch 3 jaar bezig bent. En dan ben je toch al 31. Krijg je dan frustratie? Sowieso. Vooral elke maand als je vriendin weer teleurgesteld de badkamer uit komt lopen met die clear blue, weet je wel. Dat is weer niet. En dat dan 24 keer. Zeg maar. Ja, maar oké, dan komt er dus ook een moment dat je gaat afvragen aan wie ligt het. Ja, en dan ga je gewoon testen doen, zeg maar. Okay. Dus moest ik klaarkomen in een potje, was ook wel awkward. Ja. Moest ik het inleveren in een coronaziekenhuis waar ik 6 keer mijn handen moest wassen en om erachter te komen dat zeg maar mijn paspoort was vergeten, wat je ineens bij een ziekenhuis moet inleveren. Als je, is het nu ook een beetje eng om kinderen te krijgen? Nee, niet eng. Nee, ik heb er heel veel zin in. Ik kan niet wachten. Maar ik moet wel zeggen dat de broer van mijn vriendin heeft zojuist, 3 dagen geleden is bevallen. Of dat was zijn vriendin. En daar mocht niemand in het ziekenhuis zijn. En weet je wel, dat is dan wel een andere belevenis. Ja. Terwijl
Ja. Toen mijn zus beviel, zaten we allemaal te wachten in het ziekenhuis. Kwam af en toe een man naar buiten van, ja, het gaat goed. En ja. Nu zit je zo met z'n allen thuis, een beetje awkward naar elkaar te kijken. Ja, ik bedoel, ik ken iemand die dan, die heeft ook 3-4 maanden geleden een kind gekregen. En die heb ik nog steeds niet gezien. Ja, ja. Ja, zo van, ja. Uiteindelijk. Maar is dit een goede tijd om kinderen te krijgen? Ligt aan de ontwikkelingen die allemaal gaan plaatsvinden. Maar ik bedoel, wanneer is het? Ja, ik bedoel, ik denk als je financieel goed zit, als je een veilige basis aan je kind kan bieden, dan is het op zich altijd wel goed, denk ik. Ja. Ik weet niet wat de wereld gaat doen nu, maar... Nee. Jij hebt sowieso nog wel wat te doen, Yuki, want jij schrijft ook columns in een modeblad. Klopt. Moet je mode niet gewoon beleven? Kan je daar wel over schrijven? Nou, ik schrijf in een modeblad schrijf ik eigenlijk niet over mode. Maar schrijf ik over dingen tussen mannen en vrouwen. Ik heb ooit een roman geschreven, een boek. Dat is nog voordat ik bij Criscross zat. Eigenlijk tijdens mijn studie. En daar is die column uit voortgevoerd. Dus ik doe dat al heel lang. Okay. En ik schrijf eigenlijk tussen alles over alles wat tussen man en vrouw gebeurt in een relatie. En, ik zal dat voorbij komen, ja. Ja. Boek, oh, ja, ook, ja. Een beetje dubbelzinnig. Ik vond het ook een beetje, wat ik zo las, een beetje, is een beetje... Ja, je moet het maar echt even uitleggen. Want ja. Ik kijk heel veel uit. Het gaat over vrouwen. Ja, ja. En het lijkt me toch een soort van dubbel personage of zo. Oh, zo. Ja, ik heb het geschreven in 2014. Dus dat was voordat ik überhaupt met Lissy een relatie kreeg. Maar is het een beetje wat de huidige DJ tegenwoordig is, zeg maar? Hebben we het nu over het boek? We hebben het over het boek, ja. Okay. Dus dat je zeg maar in de club ben je gewoon iemand anders. En, het is sowieso wel. Het is een soort... deels autobiografisch. En ik vind die lijn tussen fictie en non-fictie vind ik ook super interessant. Ja. Dus dat je balans hebt tussen van, zou dit echt zijn gebeurd of niet? Ik heb het niet gelezen. Ik heb het niet gelezen. Niemand ging ervan uit dat jij... Nee, maar dat je weet van, ja, ik heb het gelezen. Denk ik, weet je, als ik normaal gesproken aan tafel zit... Ja, jij wacht tot een tekenfilm uitkomt. Ja, begrijp je. Ja. Maar dat is wel een super chille balans, zeg maar, die ik zo nodig heb tussen het bestaan wat je als DJ of dat ik dan als MC in mijn rol altijd in hype en dat even terug naar ik en een laptop of een leeg papier. En daarom hou ik die column eigenlijk ook aan, want het geeft me even elke maand toch wel een rustmoment. Schrijf je ook voor Criscross? Nee. Maar omdat je ook je boeken schrijft, schrijf je dan ook muziek, ook teksten? Oh zo, nee. Nooit gedaan, ook. Nee, okay, daar bemoei ik me helemaal niet mee eigenlijk. Johnny? We hebben... Jij ging mondkapjes uitdelen tijdens de coronacrisis. Zeker weten. Was dat vooral om de mensen te steunen? Of was dat vooral omdat je hoopte dat iedereen met die single op zijn podium ging lopen? Ja, het was gewoon ter promotie natuurlijk van een single. Ja. Het werd toen verplicht in het OV. Ja. Dus toen heb ik gewoon uitgedeeld omdat mensen het moesten doen op metrostations. En wanneer zat jij voor het laatst in het OV? Oeh, dat is een moeilijke. Stelt het vliegtuig ook mee? Nee, is ook openbaar. Is ook openbaar. Is ook openbaar. Maar het is nog steeds mondkapjes in het OV, toch? Ja, zeker. Ja. Maar dat was volgens mij vanaf 1 juni of juli verplicht. Ja. En net voordat dat gebeurde, heb ik toen dropte ik een single. Lemonade heette die. En toen had ik gewoon een mondkapje laten maken met 3 citroentjes erop. En die heb ik gewoon uitgedeeld op stations. Hoe reageerden mensen erop? Heel blij. Ja? Ja, ik weet niet of ze het nog steeds dragen of dat ze het eraan hebben gedragen. Maar ik hoop dat ik... paar mensen blij heb gemaakt ermee. Ja, super niet mooi. Te kopen. Ja. Maak je nu ook meer muziek? Ik zeg maar, zeker. Ik heb meer tijd ervoor. Dus ik probeer me wel ook zeker in het produceren zelf gewoon nog steeds te verbreden. Beter te worden. Sounds te vinden die ik eigenlijk nooit... Ja, je hebt gewoon veel meer tijd om jezelf te innoveren. Ja, snap ik wel, ja. Risa, jongen, maar even terug naar even wat serieuze dingen. Hebben we überhaupt nog wat geleerd deze? We hebben zeker wat geleerd. Afgelopen week was er opschudding in Nederland toen influencers aangaven niet meer doen. Daar kon heel Nederland niet mee en dus doen mensen nu niet meer mee met het niet meer meedoen. En dan moet je het daarmee doen. Dan denk ik, doe voordat je meedoet aan het niet meer meedoen. Eerst onderzoek naar wie met je meedoet voordat je zelf meedoet. en dus niet meer meedoet terwijl niemand met je meedoet of erg nog later gewoon meedoet met het meedoen en jij nog niet meedoet. Waardoor je als laatste niet meer meedoet met het niet meer meedoen en weer moet meedoen met iedereen die al lang alweer meedoet. Dat, super duidelijk. Dan doe je daarmee wat je moet doen en dan weet je of het verstandig is om niet meer mee te doen in plaats van dat je het niet meer meedoet en daarop terug moet komen omdat niemand met je meedoet en het niet meer meedoen. Dan doe je dus gewoon mee met iedereen die meedoet en dan laat je de mensen die niet meedoen met het niet meer meedoen ook niet meer meedoen met meedoen omdat ze je niet steunden toen je niet meer mee wilde doen. Dan moet je dus niks meer meedoen. Dat is uiteraard gewoon een advies. Kijk maar even wat je ermee doet. Het is dat ik deze al had gelezen. Ik had hem al een beetje op Instagram gepost. Ik, ja. ik,
vind ik wel een hele mooie opzomming. Ik wil eigenlijk ook... Laten we vooral verder gaan. Ja. Goed. Ja, nou, dan gaan we eventjes wat persoonlijker. We hebben twee items. Ga ik eventjes uitleggen. We hebben twee verschillende items. De ene concentreert zich op Yuki. Gaan we wat vragen stellen. Dan gaan we het over een bepaald nieuwsitem hebben. Dat gaan we jou bij betrekken. Daar ben jij natuurlijk altijd welkom op om te reageren. Maar het gaat dan eventjes voornamelijk op Yuki. Ja. Daarna komt er een algemeen nieuwsitem. Dan hebben we nieuws wat deze zomer speelde. Gaan we het eventjes algemeen over hebben. Mm-hmm. En daarna komt een nieuwsitem wat volledig om jou draait. En dan kan Yuki gewoon weer invallen wanneer. Cool. En als laatste hebben we dan het kaartspel nog. Top. Ja, ja, die is wel, dat is mijn favoriet. Dat is ja? jouw favoriet. Ja, dat vind ik wel leuk. Kaartspel, okay. Dat... ja. Goed, dan gaan we naar Yuki. Nieuwsitem nummer 1. Ja, jij bent nieuwsitem nummer 1. jij had daar al wat nou ja, nee, vragen. Nou ja, laten we gewoon wat vragen stellen. Kijk, ik denk dat we krijgen natuurlijk ook heel veel vragen. Die krijgen we ook binnen. Ja. En dit zijn ja. vragen van de kijker en de luisteraar. De kijker en de luisteraar, ja. Een kijker en een luisteraar. Laten we vooral beginnen met muziek, weet je wel. Cool. Want, let's go. Ik weet niet of de meesten dat weten, maar los van Chris Cross ben je ook soloartiest. Ja. Dropte een album. Ja. Heel andere sound. Ja. Waarom? Eigenlijk om dezelfde reden waarom ik dus ook boeken schrijf. Een soort van, ik ben gek op dingen maken, dingen ontdekken, mezelf dingen aanleren. En ik merkte dat ik met Chris Cross in de studio, mijn rol is heel minimaal bij Chris Cross in de studio als producer. Ik denk wel mee over dingen en ik kan redelijk overweg in Logic en kan redelijk dingetjes opnemen. Maar ik ben geen sterproducer en ik wilde mezelf eigenlijk dat aanleren. Ik wilde daar een grote rol in. Maar ik merkte dat het elektronisch produceren mij eigenlijk minimaal trok. Ja. Dat daar snel mijn aandacht in verloor. En ben ik gaan kijken van wat voor muziek wilde ik eigenlijk echt maken. Toen kwam ik veel meer uit op de muziek die ik zelf eigenlijk luister als ik in bed dicht met mijn headphones op en ik moet mezelf tot rust. En welke muziek is dat? Ja, ik ben eigenlijk opgegroeid met een beetje blues-achtig. Mijn vader is muzikant. Heeft me ook altijd gitaarles gegeven. En ik ben dus opgegroeid met B.B. King, Albert King, oh, ja. Steve Ray Vaughan, Jimi Hendrix. Maar, goede opvoeding. Ja, lekker opvoeding. Ja. Ja, bluesy vooral. Maar goed, je vader is muzikant. Wat voor muzikant? Gitarist. Ook. Ah, okay. Ja, en die geeft dus ook gitaarles. En ik ben eigenlijk vanaf kinds af aan heb ik gitaarles gekregen. En toen helemaal back to basic merkte ik dat ik gewoon love songs ging schrijven. Which for me is fine. En dat ben ik eigenlijk gaan uitproduceren naar dat album. En dan heb ik eigenlijk alles in eigen beheer gedaan. Dus ik heb alles op mijn eigen kosten. Ja. Nice. Mijn eigen muzikanten erbij gezocht. En geprobeerd alles live, een soort vertaling te maken wat ik schreef zelf thuis. Maar ging de rest van Chris Cross daar meteen in mee? Ze vonden, vooral ook omdat de zoektocht was naar wat mijn sound nou eigenlijk was. Vonden zij het wel spannend, merkte ik. En we hebben daar wel gesprekken over moeten voeren. Want zij dacht natuurlijk ook, je moet niet in het vaarwater van Chris Cross gaan zitten. Want dan gaan we misschien tegen onszelf concurreren. Ja. Dat zou nooit goed zijn voor iets. Maar toen ik ze eenmaal de eerste demo's liet horen, zeiden ze, dit is inderdaad wat jij gewoon dope vindt en wat jij luistert. En, maar zij hebben nooit gedacht van, we hebben misschien straks een nieuwe Busy Yellow Claw situatie. Nee, want ik denk niet dat... Het luistert wel lekker weg. Het is een heel anders, compleet... Het is compleet anders. Compleet wat anders. Ja. Weet je, dat vind jij op zich ook wel lekker. Ja? Ja. I don't know, maar zeg maar, het is, toen ik het ook maakte, dacht ik, het zit voor een hele specifieke groep. Ja. Het is best wel een soort niche-achtige... Gitaar-based love songs. Ja. En, maar je moet zeggen, tijdens deze rare tijden, ja, weet je wel, het luistert wel lekker weg. Ja, ik moet ook zeggen dat zeg maar voor een non-label release, alles independent, dat de streaming super lekker gaat. En dat ik daar ben ik heel trots op. En ik merk ook dat ik best wel een goede schare aan luisteraars heb, die super invested zijn om te luisteren. Ja. En dat is toch iets anders dan zeg maar bijvoorbeeld een Hij Is Van Mij, wat heel veel mensen horen, waar heel veel mensen lekker op gaan. Het heeft een andere connectie of zo. Dus wacht even tot de brand weer voorbij is. Ja, er komt even een We zitten op Marnixstraat, hè? Of mag ik dat niet zeggen? Nee, maar misschien de buurt van. Ja, okay. Is dat. Dus ik ben heel blij met hoe het is gegaan. En ik ben alweer bezig met mijn volgende. Ik wou net vragen, ja. Komt er een vervolg? Ga je ook collaben met andere artiesten? Nou, maar niet... Niet op de wijze waarop we bijvoorbeeld collaben met Chris Cross. Het is een hele andere werk. In mijn volgende EP heb ik een duet zitten.
Maar het, ook dat weer is een soort ontwikkeling dat ik denk van, ik wil alles akoestisch trekken. Ik trek alles eruit en ik wil het helemaal naar... En dat is een hele muzikale ontwikkeling die losstaat van wat ik... Oké, maar dan heb ik een gewetensvraag voor je als muzikant. Want ik hoor hier... Ik hoor het al, die heb ik al honderd keer gehad. Gaan we... Oké, stel... Geet Cross of solo? Nee. Ik heb een hele andere gewetensvraag. Vind ik een hele goeie. Ja, ik wou het zeggen. Maar als ik, aan de ene kant hoor ik dus hier iemand die echt een muzikantenhart heeft. Ja. Aan de andere kant, elke keer als ik Criss Cross Amsterdam hoor, dan denk ik, ja, het is ook wel makkelijk om elke keer een refreintje te nemen waarvan we al weten, omdat het bestaat, dat het gaat aanslaan. Ja. Hoe verhoudt dat zich met elkaar? Dat verhoudt zich, denk ik, op een wijze dat Criss Cross Amsterdam voor mij, zoals ik al zei, mijn rol als producer is daar minimaal. Ja. Dat heeft ook een reden. Ik bedoel, dat heeft, zoals ik al zei, mijn aandacht ligt daar niet echt. En dus heb ik deze muziek, of dit maken van deze muziek, heb ik dat nodig om mijn eigen muzikantenhart te voelen. Die creatieve... Uit. Jordi en Sander zijn wat dat betreft, de beste van Nederland in wat zij doen met Criss Cross. Waanzinnig. Oké, maar dan gaan we het eventjes hebben over wat zij doen. Ja. Want jij zegt van, ik ben niet van... Wat is de gedachte erachter? Omdat bij mezelf denk ik dan van, ja, weet je, als muzikant, ik ben zelf ook ooit als muzikant begonnen, dan wil je toch iets origineels maken wat gewoon nog nooit bestaan heeft? Je moet eigenlijk beseffen dat wij uit een entertainment industrie komen. Dus we zijn een soort entertainers. Okay. In eerste essentie. Okay. Daarnaast, Jordi en vooral Jordi is daar creatief als producer. Heeft hij eigenlijk de touwtjes in handen, trekt hij de kar wat dat betreft. En is het deel van onze strategie geworden om bepaalde radiovriendelijke hits te maken en om daarmee onze DJ-act uit te bouwen. Dus dat is een heel strategische keuze. Maar heb je hun wel eens horen draaien? Ja. Ja, maar draai je iets heel anders dan dat we eigenlijk op de radio spelen. Ja, je creëert gewoon met zo'n hit een platform voor jezelf om je dan muzikaal te uiten. Ja, exact dat. En lekker meezingen ook. Maar zou jij het ook op die manier aanpakken? Nou, het is moeilijk. Kijk, Yuki is onderdeel van en ik ben, zeg maar. En als ik mij er persoonlijk muzikaal zou uiten hoe ik echt zou willen... Dan krijg je een beetje het idee dat bijvoorbeeld stel je voor dan nu muziek voor Criss Cross gaat maken, gaat het ook een hele andere kant op. Ja. En hij kiest voor om zichzelf te distancieren van Criss Cross, zeg maar eventjes. Als hij zijn muziek maakt en iets totaal anders. Ja. Ik denk dat ik dat als Johnny van Vandert niet kan doen. Ik kan niet als Johnny van Vandert nu zijn ineens andere muziek maken. En eigenlijk ook niet als ik nu bijvoorbeeld een soort van alter ego creëer of alias creëer. Ja. Dan ben ik nog steeds dezelfde persoon, want ik ben echt het brand, zeg maar. En Criss Cross is een naam en het bestaat uit 3 personen. En als 1 persoon daarvan even iets anders gaat doen, is Criss Cross niet bepaald anders. Nee, oké, maar gewoon in de basis. Heb jij liever dat je je eigen muziek compleet 100% maakt? Of zeg je nou, als ik een hitje kan overnemen, wat ik dan op een mooie manier in het Nederlands kan vertalen en daarmee kan scoren, vind ik het eigenlijk ook wel tof. Vind ik een lastige. Kijk, tuurlijk, als je nu tegen mij zegt, wil jij deze bestaande hit hebben en word daar mega bekend mee, waarom niet? Want dan krijg je alleen maar meer platform om je eigen muziek uit te brengen en te pushen. Wel denk ik dat ik wel... ik bedoel, tuurlijk is het wel eens gebeurd dat ik met een producer in de studio heb gezeten en samen iets heb gecreëerd. Maar dan ben ik wel samen onderdeel van het creatieve proces. En dan kan ik altijd mijn stempel erop drukken. Dat vind ik wel altijd heel belangrijk. Maar mocht er een keer iets bij mij worden aangeboden wat precies in mijn straatje past. En ik kan daar mijn stempel op drukken. En het heeft mijn stempel eigenlijk al. Ja, waarom niet? Waarom niet? Het moet ook allemaal lekker vallen, hè? Ja. Ik bedoel, weet je, het is niet zomaar dat zo'n back van, hey, wil je dit doen of zo? Nee, je kan niet met elk hitje een hitje maken. Maar dat, dat zeggen we ook wel vaak van, ja, doe het maar, weet je wel. Het lijkt heel makkelijk, is het overigens niet. Maar wat het ook is, is wij pretenderen ook niet dat wij muzici zijn, componisten zijn, die nieuwe, weet je wel, iets nieuws uitvinden. Nee, wat wij wel zijn DJ's. We zijn DJ's en we willen op deze manier dan die muziek overbrengen. En ik denk dat het voor ons eigenlijk wel, het ligt bij ons en ik denk dat we er heel trots op kunnen zijn. Waar droom je nog van? Wat is nog... Weet je wat... Ik droom wel weer dat we weer kunnen optreden. Dat lijkt me wel lekker. Laten we het daar eens over hebben. Corona-nieuws. Ja. Het is eigenlijk geen nieuws meer. We zitten al 6 maanden in de coronacrisis. De hele clubscene staat stil. Ja, op instorten zelfs. Hoe sta jij daar tegenover? Ben je het eens met de maatregelen? Kijk, maatregelen en beleid is, vind ik,
Dat is anders. Dat ligt anders. Dus je hebt aan de ene kant heb je beleid wat gevoerd moet worden, beslissingen die genomen moeten worden door bepaalde mensen die overal rekening mee moeten houden. En aan de andere kant heb je maatregelen die zeg maar jou persoonlijk treffen. Hè? En dan denk je van ja, ho, eens even. Als ik een onafhankelijk onderzoek lees van Mojo, die zegt van in de open lucht zou het wel kunnen. Hè? Dus er is geen één besmetting bekend die niet in de open lucht heeft plaatsgevonden. Maar het is sowieso al bizar dat Mojo dat onderzoek... Snap je? Dan denk je, maar deze maatregel sluit misschien niet aan op de maatregel die ik liever zou zien. Hè? Maar goed, dan denk ik wel dat in principe we zelf verantwoordelijk zijn voor het kabinet wat er zit. Zelf verantwoordelijk zijn in deze democratie voor degene die we het beleid laten bepalen. En het beleid sta ik wel. Oké, maar... Ja, maar dat is een beetje dubbel, want de maatregelen zijn op het beleid genomen. Ja, exact. Maar kijk, it can't benefit all, snap je? Dus... Maar zorgt het ervoor dat je als, want straks gaan we een nieuwe Tweede Kamerverkiezing, zorgt het ervoor dat je anders gaat kiezen? Ja, het zorgt ervoor, sowieso. Het zorgt ervoor, ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Ja, dat gaat sowieso gebeuren. Omdat je nu direct gaat merken wat het... Het beleid van Rutte, wat zit hier, Rutte 4, I don't know. Hoe dat jou treft. Ja. Als het heel goed gaat met iedereen, met heel het land, niet met iedereen overigens, maar je zit in een economische spurt bijna en het is nog nooit zo goed gegaan. Ja. Dan zijn er heel weinig mensen die persoonlijk merken wat een kabinet doet eigenlijk. Ja. Ver van de bedshow. Maar nu merk je wat het dus persoonlijk voor je doet. En dan ga je wel luisteren naar politici. Dit is de eerste keer dat ik naar debatten luister. Het is de eerste keer dat ik naar andere politici luister. We hadden het er net heel even over. Ik vroeg hem ook van, hoe komen we hieruit? En wanneer denk je dat we echt weer de clubs ingaan? Je maakt prognoses, omdat je natuurlijk ook financieel betrokken bent. Zitten wij op 2,22, heb ik mezelf... gezet dat het dan weer eventueel hetzelfde kan zijn als dat het afgelopen jaar was. Denk je dat ook? Ik vind het een lastige kwestie. Ik weet niet, ik denk dat het een beetje ligt aan per artiest. Ik bedoel, de ene krijgt €500, de andere krijgt €10.000. Ja, die €10.000 moet misschien wat langer wachten dan de €500 artiesten. Ja. Ik denk dat het een beetje per act verschillend is. Maar als je echt kijkt naar de club scene en zo, denk ik wel dat het zeker even nog wel een periode gaat duren. Ik weet niet of het 2022 is, maar... Luister, als het een Abu Talib ligt, dan komt het helemaal nooit meer terug. Joh. Nooit meer terug. Oké. Ja, maar meer vooral... Doen dat soort woorden, wat? Ik moet wel zeggen dat ik er niet in mijn eigen, voor mezelf, er niet onzeker over word, omdat ik eigenlijk een beetje naar de scene kijk als zeg maar, wij zijn niet... We krijgen enorme klappen, maar wij krijgen niet de zwaarste klap. Zwaartekrap krijgt denk ik het middensegment, als het straks weer mag. Want je gaat natuurlijk een beetje vooruit kijken en wat gaat er gebeuren? Nou, headliners moeten worden geboekt om kaartjes te verkopen. Maar ja, goed, weet je wel, Johnny en wij zijn headliners. Dus ik maak me daar niet zo'n druk over. De kleine DJ's moeten geboekt worden. Maar vooral het grote middensegment, hè, die jongens die jarenlang draaien, vaak nog de beste DJ's ook. Ja. Die gaan klappen krijgen. Dus het doet mij wat voor hoe de scene was en voor die jongens die... Maar had je dan ook begrip voor die actie van wij doen niet meer mee? Ik heb er... begrip... Begrip is een groot woord. Ik kon het aan de ene kant kon ik het waarderen. Omdat, zeg maar, ik sowieso altijd sta voor als je iets op het hart ligt en je draagt het uit, heb ik daar respect voor. Ja. Maar ook mij is gevraagd om aan die actie mee te doen. En als ik keek ernaar, ik zag het veel, de veel voorbeeldfilmpjes die me gestuurd werden. En ik heb het zelf besloten om het niet te doen, omdat ik er dan niet achter sta achter de volledige boodschap. Okay. En niet achter de hashtag stond en niet achter... eigenlijk de korte boodschap van het filmpje. Maar is de boodschap nu aangekomen of niet? Nou, ze hebben wel. Er is wel wat losgemaakt. Er is wel wat losgemaakt. Hè? En wat mij dan het meest bijblijft is dat ik het even aanhaal. Maar Nederland gedraagt zich natuurlijk nu als een kudde leeuwen. Ja. Die aan het jacht is naar de zwakste. Ja. En dat is dan op dit moment Wamke Louise. Die wordt dan overal gepakt en die wordt verslonden door Nederland. En dat... Erg. Dat vind ik gewoon erg. Dat vind ik gewoon sneu. En dat voor haar ook vooral. En dan denk ik, shit, er had een groter idee achter moeten zitten. Ja, maar dan krijg je van, maar kies toch zelf voor om bij Jinek te zitten. Ja, Johnny, ik zie dat jij dat echt aantrekt, dat ze zo werd aangepakt.
Lastig. Kijk, ik persoonlijk vind ik gewoon dom dat ze daar gaat zitten. Als je jezelf niet kan verwoorden op de juiste manier, moet je niet bij zo'n programma zitten. Aan de andere kant is het natuurlijk heel stoer dat ze het doet. Vind ik persoonlijk. Ik bedoel, ja, alleen niet de slimste keuze. Maar het is gewoon vervelend dat dan de aandacht wordt weggetrokken van waar het nou echt om gaat. Kijk, ja, zo'n hashtag. Exact. Uiteindelijk, we kunnen er heel lang over discussiëren. Gewoon dom gekozen. Misschien had iets beter over nagedacht kunnen worden. Maar aan de andere kant kan je zeggen, was er zoveel commotie geweest als er een andere hashtag was gekozen. Want nu kijken mensen naar een hashtag en naar een zin die wordt gebruikt in een filmpje. Terwijl eigenlijk is de message veel belangrijker. Ja. De vragen, de onduidelijkheden. Ja. En uiteindelijk, zeg maar, heeft er wel voor gezorgd dat nu bepaalde mensen gewoon een podium hebben gekregen om uiteindelijk wel hun verhaal te doen over wat voor vragen er spelen. Ja. Kijk, wij Nederlanders, heel veel mensen, zijn gewoon kijken rechtdoor, zien wat de media zeggen. Wow, besmettingen. Ja, oké, maar waarom spraken we eerst over IC-opnames? Waarom praten we nu alleen over besmettingen? Wat houdt een besmetting in? Kijk, ik kan niet de antwoorden geven. Alleen ik zou wel graag de antwoorden willen hebben in plaats van alleen horen, ja, we moeten 1,5 meter afstand houden. Kan je zeggen dat het raar is dat we al 6 maanden in de crisis zitten en nog steeds niet een duidelijk patroon hebben van hoe we met elkaar communiceren hierover? Nou ja, bedoel je vanuit de overheid? Nou ja, kijk, er zijn gewoon heel veel vragen. Ja, duidelijk. En ik hoorde bijvoorbeeld je broer, die gaf aan van, nou ja, er zijn een aantal mensen die tegenbewijs leveren en die worden niet gehoord. Ja. Die krijgen van, nu wel een beetje een podium op zich. Maar na 6 maanden zou er toch een systeem moeten ontwikkeld zijn of een voorlichtingcampagne die stap voor stap uitlegt waarom doen we dit en maar dat hoe vind lang ik belangrijk. Want ik bedoel, als ik zo'n persconferentie en ik hoor, ja, sorry, de horeca moet om 1 uur dicht. Ja. Ik bedoel, het is zo. Ja. Het zal waarschijnlijk met een hoger doel zijn. Maar vertel me waarom. Als ik hoor van, hey, ja, we moeten niet meer om 3 uur dicht, maar om 1 uur. Vertel me waarom. Ja. Er is niemand echt die de jongeren aanspreekt. Ah, je hoort echt wat je moet doen, maar je hoort niet waarom. Laat het even over serieuze dingen hebben. Okay. Ja. Want, we gaan naar jou, jullie. Okay. Ja, even naar jou. Weet je, maar iets wat ik even opving en wat ik wel leuk vind. Let's go. Je hebt je motorrijbewijs. Zeker weten. Ja. Rij je ook veel? Nee, ik ben tegenwoordig meer. Ik heb meer met varen. Dus ik heb ook mijn vaarbewijs gehaald. Serieus? Ja. Dat schijnt heel moeilijk te zijn, toch? Het is heel veel theorie. Ja. Het ligt aan of je goed kan lezen, of je goed kan leren. Kan ik allebei niet. Maar ik heb het wel gehaald. Heel simpel. Dus je ging niet het schip in. Oh, ja. Maar dan is natuurlijk de vraag. Hè, en wat voor boot heb je toch? Ja, ik heb een klein bootje gewoon. Maar ik wilde dit jaar natuurlijk een waterscooter kopen. Een wakeboardboot. Ik wilde van alles jacht. Doen. Jacht. Nou, dat nog net niet. Ging maar zo goed. Maar toen werd stekker eruit getrokken. Dus helaas. Ja, bizar. Ja, je woont ook aan het water. Dus echt, dat is sowieso in ieder geval lekker. Ja, nee, ik vind motorrijden altijd wel leuk. Maar ik zou bijvoorbeeld nu ervoor kiezen om een motor te huren in Italië. En door de berg te gaan toeren. Dat lijkt me wel vet. Maar bijvoorbeeld, zeg maar, nu woonwerkverkeer vind ik niet heel interessant meer. Beetje snelwegkilometers en zo. Dat trekt mij niet echt. En nu ook het nieuws dat, zeg maar, de dijken gaan dichtgooien. Dat heb ik ook gehoord, ja. Dat vind ik ook een beetje dat ik denk. Dat is een beetje zielig. Nou ja, ik bedoel, ik kan er ook met een dikke Mercedes met de gekke uitlaat over. Kijk. Het plezier zit, vind ik, in dijkwegen, in binnenwegen en zo. En als je dat dan gaat verbieden, ja, hoe leuk blijft het dan nog om motor te rijden? Ja, mee eens. Helemaal mee eens. Je verwacht een kind? Zeker. Wanneer ga je het ten huwelijk vragen? Oeh, dat is een lastige. Ik heb daar. Ja, ik vind dat je steeds punten in je leven moet vinden waarin je steeds een nieuwe stap neemt. We gaan sowieso wel geregistreerd partnerschap doen, volgens mij ergens in november. Dat is gewoon voor. Huh? Ik moet al, als ik daar aan denk, moet ik dan gelijk aan Eddie Murphy denken. Ja, dat kan ook niet meer anders. What have you done for me lately? Nee, maar ik vind het wel belangrijk, dat is meer voor het kind. Dat alles gewoon goed geregeld is. En mocht ik me ooit zo voelen, dan zou ik het ten huwelijk vragen. Maar dat zal wel weer een nieuwe stap in het leven zijn, als ik daar klaar voor ben. Ouders hebben nog niet aangeklopt zo van. Nee, dat is gelukkig niet. Die zijn niet zo ingesteld, gelukkig. Oké, want Yuki, jij hebt afgelopen. Afgelopen zomer, als ik het goed begreep. Ja, klopt. Afgelopen zomer. Wanneer was dit? Mei. In mei heb je je vriendin ten huwelijk gevraagd. Ja. Corona blijven zo. Ja, tijdens de coronacrisis ook vol. Maar ik weet je wat het was? Ik had tegen mezelf gezegd, er is nooit. Ik dacht van bij mezelf, wanneer is het een goed moment om te trouwen? Ik wilde graag met haar trouwen, maar wanneer is het een goed moment? En toen had ik tegen mezelf gezegd, weet je, na 5 jaar, op de dag, als ik dan nog steeds zo verliefd ben als in het begin, dan vraag ik het gewoon. En dat is voor mij genoeg, weet je wel. En het was 5 jaar op de dag en het viel midden in de coronacrisis. Maar ik dacht,
Ik heb een afspraak en ik ben nog steeds even verliefd. Dus, neem ons even mee. Want hoe... Ja, ik had het helemaal uitgestippeld, joh. Ik was helemaal. Onze eerste vakantie was dan in Parijs. We hadden met z'n tweeën naartoe gereden. We hebben bij een superleuk restaurant gegeten. Ik had helemaal bedacht, nou neem ik hem mee. En dan rijd ik met de Thalys de ouders in en mijn ouders in. En dan in dat restaurant. En dan pap. En dat die ouders dan ineens bijkomen. En dat het helemaal een groot feest is, hè, als ik het nu vraag. Maar ja, het ging allemaal niet door, dus dus ja, het was helemaal kut eigenlijk. En toen dacht ik, ja, kut, hoe ga ik het nou doen? Toen heb ik ik had de ring en toen dacht ik, ja, ik ga het wel gewoon doen. En toen ben ik gaan kijken van wat is er allemaal mogelijk. En toen zag ik dat het als een van de weinige hotels destijds was het Courthouse open. En daar toevallig woonden haar ouders in Den Haag. En die heb ik toen uitgenodigd. En toen zijn we daar naar het Courthouse, heb ik dat torentje geboekt. Wow. Maar dat is wel leuk, want nu kan ik dat straks, als ik met mijn kind over het strand loop, kan ik zeggen, nou kijk, daar heeft papa en mama ten huwelijk gevraagd. Ja. En dat is anders dan in Parijs. Ja. Dan moet je wel de hele tijd naar het Courthouse rijden. Ja, heel veel. Ja. Heb je ook veel met Den Haag? Of dat, Jawel. Gelukkig wel. Ja. Heel veel schoonfamilie woont daar nog, dus we zijn er vaak. Johnny, ja. Hoe gaat het muzikaal? Goed. Ik heb al eigenlijk sinds juni 2019 een album klaar liggen. Ja, hebben wij het zelf nog een keer op Phoenix ook gehad? Ja, zeker. Alleen, wat was het juiste moment? Ik dacht, ja, september, nou, dan ga je het een beetje droppen, want dan kun je performen. Maar helaas is dat niet het geval. Dus volgens mij heb ik een datum. Ja, volgens mij 6 november of een week later, 13 november. Dit jaar? Ga ik het droppen. Oké. Okay. Ja. Ik ben wel toe aan, ik ben ook toe aan een andere sound. Ik merk dat het me heel erg tegenhoudt om echt nieuwe dingen te maken, los van het innoveren in zeg maar, het muziek maken. Ik wil wel graag eigenlijk een Nederlands invloed met meer Spaanstalige dingen. Dus dat je in Nederland je muziek kwijt kan omdat het Nederlands klinkt, maar wel met invloeden van andere talen, dat je ook de grens over zou kunnen. Ja. En daar wil ik me heel graag op gaan focussen. En ik merk dat er nu heel erg... het ligt gewoon klaar, maar ik ben ook niet zeg maar bezig met nieuwe dingen maken, omdat ik merk dat nog in de kluis ligt. Dus het moet af. Het moet af om uiteindelijk weer verder te kunnen. Ja. Maar het autisme, denk ik. In de kluis omdat er geen shows zijn? Nou ja, ik bedoel, mijn muziek over het algemeen die ik maak is niet zoals bijvoorbeeld Chris Cross. Is niet van, oh ja, dat kan op elk radiostation, kan je dat kwijt. Ja. Maar mijn kracht zit gewoon in mijn tracks die ik dan ook kan performen. Ja. En als je dat dan niet kan doen, kunnen mensen ook minder snel jouw muziek ontdekken. Ja. Los van de afspeellijsten als La Vida Loca, Woordenschat, die afspeellijsten. Dus dat. Ik wilde het eigenlijk, als alles weer een beetje begon, gaan pushen. Maar ja, dat is zo ver weg dat ik ook mezelf niet wil tegenhouden. Dus ik heb gewoon gekozen om het uiteindelijk toch gaan uitbrengen. Ja, snap ik. Ja, maar ik denk ook, als ik heel eerlijk ben, ook een stukje relevantie. Hè? Kijk, je bent nu al langer dan een half jaar uit de club. Ja. Hoe blijf je bij je fans nog steeds daar? Ik bedoel, los van het album heb je natuurlijk ook gewoon andere dingen. Ik heb bijvoorbeeld zelf een 500 Sessions. Dat is een soort van boiler room idee. Dus dat heb ik dan een keertje in combinatie met Baller gedaan. Ja. Nu laatst heb ik dat op een boot gedaan. Ja. Vond ik wel echt tof. En zo kan je natuurlijk ook relevant blijven. Maar ja, nogmaals, het album ligt al zo lang klaar. En dat was natuurlijk stond ergens op de planning in de zomer. Nee, maar iedereen weet dat jij kan draaien. Weet je, dat is het probleem niet. Tuurlijk. Weet je, maar... Maar daar zit wel mijn expertise. Ja. Daar ben ik het ook wel mee eens. Maar daarnaast denk ik nu in deze tijden, als je zo'n album dropt en je laat weer een hele andere kant van je heb je toch weer dat ene haakje. Weet je wel? Nee, sowieso. En daarom moet het er ook uit. Ja. Alleen je merkt wel dat zeg maar, mensen zitten niet een tijdje, nu al wel iets meer. Maar mensen luisteren natuurlijk onderweg naar school. Weet ik veel op hoeveel, onderweg luisteren mensen muziek. En nu zijn mensen veel meer thuis. Dus luisteren ze ook veel minder muziek. Ja. Je ziet ook dat de streams naar beneden gaan bij mij dan. Ja, beleef je dat ook zo? Ja, heel erg. En dat is puur gewoon, zeg maar, omdat mensen gewoon... Ik bedoel, ik luister thuis ook niet de hele dag muziek. Maar als ik in de auto stap ergens naartoe of bijvoorbeeld ik denk... Ja, kantoren. Mensen zitten achter hun computer met een koptelefoon en een afspeellijst. Ik merk wel dat ik andere muziek luister als ik thuis ben. Thuis luister ik veel meer jazz. Dat leidt niet zo veel af. Dat hoor je op de achtergrond. Ja. En als dat heel bekende muziek is, dan ga ik met de muziek mee willen rappen. Ja, maar dat heb ik ook. Ja. Als ik ga leren, luister ik ook gewoon soulful beats en zo bijvoorbeeld. Ja. Maar wacht maar tot jullie kids te zijn. Ja, man. Baby Shark. Baby Shark, la. Geen grap. Killing. Het gaat gewoon los, hoor. Het nieuws wat ik met jou wil bespreken, Johnny. Deze zomer was de zomer van Black Lives Matter. Ja. Hoe keek je tegenaan, tegen die movement in Amerika
En ook in Nederland, want in Amerika ging het natuurlijk heel veel om het geweld wat werd gebruikt. Ja, ja. In Nederland voor een deel ook het geweld, ja. Maar vooral ook het racisme. Ja, tuurlijk. Heb jij dat zelf meegekregen? Want je bent niet heel erg met nieuws bezig, vertelde je. Nee, ik heb dat sowieso meegekregen natuurlijk. Okay. En ik ben me daar ook wel van bewust. En ik strijd ook wel tegen dat soort dingen. Ik teken petities en ik ben daar sowieso... Ik schreeuw niet altijd dat ik aan dingen meedoe. Want ik vind het belangrijk dat je gewoon meedoet met dingen, maar niet per se het doet voor de aandacht of voor de... Vind je dat je als bekende Nederlander, hè, nare term of vies term, maar vind je dat er een morele plicht is om voor mensenrechten op te komen? Nee, ik vind dat als persoon. Maakt niks uit wie je bent. En ik bedoel, kijk, ik vind... het is natuurlijk best moeilijk. Hè? Je kan je met elk probleem in de wereld bezighouden. Maar zodra het natuurlijk wat dichterbij komt, ben je er natuurlijk iets meer mee bezig. Kijk, bijvoorbeeld nu in dit geval met de regels en de maatregelen, waardoor wij geen geld meer verdienen, gaan mensen het natuurlijk daarop gooien. Maar ja, ik bedoel, je moet de minister maar eens even 6 maanden lang geen inkomen geven. Of weet ik veel, ik noem maar wat, door een Rijk Hofman die op online grappen loopt te maken, terwijl die gewoon rustig elke maand zijn salaris krijgt. Ja. Ga dat soort jongens maar eens even 6 tot 8 maanden geen salaris geven. Ja, dan ga je ook iets meer horen. Oké, maar Black Lives Matter, was dat iets wat jou dan Nou ja, ik heb ook een zoon, is ook half Surinaams. Okay. Ik heb ook vrienden om me heen die een tint hebben. Ik merk ook Zwarte Piet. Ik vind het ook al... Kijk, ik heb het gevierd en ik heb nooit relativering gelegd van, oh ja, dat is een donker persoon. Of dat heeft met slaven te maken of met dit soort dingen. Nooit. Maar het wordt mij gezegd en ik denk, ja, ik kan wel begrijpen dat mensen worden gekwetst. Nou, ik teken een petitie, want ik ben het er niet mee eens dat mensen zich gekwetst voelen in dit land. Ja. Black Lives Matter, ik heb me er zeker mee bezig gehouden. Nou ja, en dan kijk je naar wat er met Aquasi gebeurde. Ja. Een hele rel met Voetbal Insight. Ja. Ja, maar dat soort dingen vind ik heel erg. Ja, op wat voor manier? Ja, dat zijn de mensen die juist de problemen zijn. Ja. Hoe kan je nou, zeg maar... volgens mij heeft toen Johan Derksen hem vergeleken met Zwarte Piet. Ja. Ja, dat is gewoon duwen op een wond. Ja. Waarom? Voor wat? Voor kijkcijfers? Ja. Dit soort mensen als Johan Derksen, die mogen van mij echt gewoon verbannen worden. Joekie, ik zag jou meeknikken met het idee van dat het niet goed was om op die manier... Nee, ja, kijk, het is zo'n moeilijke scheidslijn. Want de een die ziet het als humor. En als je kijkt naar hoe Johan Derksen zich altijd profileert in dat programma als een soort vrouwenhatende, homohatende. Ja. Hè, echt dat je denkt, oeh, en toch hè, wordt er altijd om gelachen en zo. Ja. En nu doet hij eigenlijk hetzelfde met Aquasi. Ja, maar jongens, het is nu een andere relevantie. Dus het is nu heel verkeerd. Is het niet gewoon, is die tijd gewoon niet voorbij dat je dat soort dingen allemaal zomaar moet kunnen roepen? Je zou het zeggen. Je zou het zeggen, maar dat is voor jou, dat is misschien voor mij, dat is misschien voor, weet je wel, maar er zijn toch zoveel mensen die daar nog, en moet je dan per se van hun verwachten dat zij dat ook hebben? Ja, het zijn gewoon dingen met trauma's, zeg maar, zo'n Zwarte Piet verhaal, dat is gewoon een trauma verhaal, waarschijnlijk van kinderen die daar veel mee te maken hebben gehad, maar bijvoorbeeld als jij grap over vrouw maakt dat het enige recht hun aanrecht is... Ja. Dat heeft geen trauma. Ja, misschien heb jij dat ooit bij Veronica dat ze daar... jij kan best wel op vrouwen zitten, toch? Ik maak veel grappen. Ik ben een comedian natuurlijk hiernaast. En, laatst zelfs nog Giel Belen zit er roos. Ja, die heb ik zeker gezien. Helemaal kapot. Dat is heel leuk om te doen. Nou ja, kijk, ik heb hier veel over nagedacht natuurlijk. Ik ben comedian en ik word daar ook wel eens mee geconfronteerd. Van je bent vrouwenvriendelijk. Het gekke is dat er juist heel veel vrouwen zijn die het leuk vinden. Er zijn heel veel vrouwen die zeggen van, ik hou er wel van. Een beetje hard, een beetje nasty, een beetje gemeen. Ja. Maar ik denk dat er toch echt een verschil in ligt. Want zeg maar, racisme zoals Zwarte Piet, dat gaat natuurlijk veel dieper. Mensen hebben veel minder kansen op banen. Ja. En dat gaat veel verder, zeg maar. En, daarom zou je mij dat soort grappen ook nooit horen maken. Nee, maar daar ligt dus ook. Die scheidingslijn is heel dun. Maar zeg maar, ik vind als persoon met gezond verstand moet je die scheidingslijn kunnen zien. En een grap over een donker persoon is helaas in deze samenleving... valt veel harder dan een grap over een vrouw die zeg maar... Kijk, dat is het dubbele. Want dat is wel een dingetje. De vrouwenbevrijdingsstrijd, als je het zo mag noemen... Mm-hmm. Die is eigenlijk al net zo lang aan de gang als het antiracisme. Ja. Zelfs in het recht zie je...
dat die twee zich aan elkaar hebben opgetrokken. Elke keer als de black people een manier vonden om zich te bevrijden via nieuwe rechten, dan trokken vrouwen zich daaraan op. Ja. Omdat je moet niet vergeten, 100 tot 120 jaar geleden geen stemrecht. Had een vrouw net zo weinig te vertellen als een zwart persoon in Amerika. Ja. Ze was dan misschien geen slaaf, maar ja, in Nederland was het niet anders. Hè? Ik bedoel, in Nederland mocht je tot, ik geloof, de jaren 50, als je getrouwd was, mocht je niet meer werken. Maar dan dat is wel oud zeer, denk ik. Weet je, dat zijn bijvoorbeeld, ik denk dat in deze tijd dat vrouwen even veel waard zijn als mannen. Ja. Dat denk ik. Zo voelt het voor mij ook. En tuurlijk, misschien bij bepaald soort banen krijgt een vrouw nog steeds minder betaald. En dat vind ik ook allemaal niet kunnen. Maar als je een grapje maakt over iets wat heel oud is, zeg maar, waar in dit moment mensen geen zeer meer van hebben. Van, vrouwen en stemrecht. Als je daar een grapje over maakt, elke vrouw mag nu stemmen. Ja. Maar nog steeds hebben mensen te maken hedendaags met vergelijkingen met Zwarte Piet. En dat is een pijnpunt wat je nu gaat indrukken. Wat ik niet vind dat je dat loslaten. Moet doen. Dat moet je gewoon niet doen, zeg maar. En als je een grap maakt over een vrouw, je mocht niet stemmen 50 jaar geleden en je verpakt het, zijn dat niet dingen waar mensen hedendaags nog mee te maken hebben? Of cultuurdingen. Mijn lievelingsgrap die ik de afgelopen maanden bij Giel Beelen heb gemaakt. Zat die 20%? Goed dat jullie kent. Ja, die vind ik ook grappig. Mag ik nee, die wil ik hem horen. Ja. Ja. De grap was, ik ben heel erg voor gelijke rechten voor vrouwen. Want vrouwen kunnen precies hetzelfde als mannen. En ze kosten 20% minder. Ja. Ja. Oh, maar die humor zit hem er natuurlijk voor mij in. Dat iedereen die mij kent, die weet dat ik dat niet mee. En je kaart het ook aan, zeg maar, waardoor je mensen ook bewust maakt. Eigenlijk zeg ik daarmee van, jongens, we leven nog steeds in een maatschappij waar vrouwen 20% minder verdienen. Helaas is dat zo. En dat is zeg maar dan, je maakt een grap, maar je maakt mensen wel bewust, maar je vergelijkt niet. Het heeft niet een hele negatieve lading. Ja. Wat grappig dat je die onthouden hebt. Ja, goeie. Ja, en voor de rest onthoud ik alleen het slechte, hoor. Hey, jongens, we gaan even een spelletje spelen. We gaan een spel spelen. Ja. Ik ga de regels van het spel uitleggen. Het spel heet Kaarten op tafel. Er liggen voor jullie 8 kaarten. Speelkaarten gewoon uit een pak pokerkaarten. En daar mogen jullie er allebei 4 van kiezen. Pak alvast maar de 4 kaarten waarvan je denkt, nou, die wil ik wel hebben. Je mag ze niet zien trouwens. Je moet ze gewoon blind moet je ze kiezen. Laten we dit even weghalen. Worden de kaarten... Je hebt niks in te kiezen. Kaarten worden toegeëigend zelfs. Oké, de regels van het spel. Ik ga ze direct uitleggen. Welke vragen horen. Dus je mag zelf alvast gaan kijken in je kaarten wat je hebt. Als ik dan de vragen heb opgenoemd... Net zoals de pokerspel. Zie ik nou nagellak? Ja, nagellak, ja. Wat is het een verhaal? Lekker zit in de mode. Doorbreken van barrières. Nou, ik heb ook wel eens nagellak, maar dat komt dan door mijn dochter. Wat is gebeurd? Alvast oefenen toch? Ik heb een dochter. Oké. Goed, nou, goed verhaal. Dat is toch wel goed te doen. Ik heb ook wel eens nagelakt, maar dan staat het in schram op mijn rug. Nou, goed. Jullie mogen de kaarten inzien. Ik ga de vragen oplezen die er bij de kaarten horen. Daarna mag je voor jezelf denken, wil ik deze vragen wel beantwoorden? Je mag namelijk 1 kaart wegspelen. Die mag je ongezien toeschuiven naar je collega aan de andere kant. En die mag dat accepteren. Die moet dan een kaart teruggeven. Of die mag zeggen van, ik hou mijn kaarten zoals ze zijn. En omdat dan, het allemaal goed zit. Dan kan het zijn dat jij een vraag hebt waarvan je zegt, dat had ik eigenlijk niet willen beantwoorden. Ja. Dat moet je helaas wel. Dat is verplicht. Jullie hebben een overeenkomst van tevoren getekend dat we anders de kinderen komen weghalen. Goed. kinderen komen weghalen. Nu al of als ze geboren zijn? Als ze geboren zijn. Nee, we hebben wel fatsoen. Nou, ik ga opnoemen wat de vragen zijn bij de kaarten. Harte Koning. Ik ben stiekem gewoon jaloers op DJ Wef op haar Phonics Award. Klaverkoning. Voor altijd met 1 vrouw zijn of nooit meer in je leven een vaste relatie? Kies. Schoppenkoning, Faya Laurens, ik ben fan van haar, ja of nee? Ruitenkoning, wanneer ben je voor het laatst vreemd gegaan? Harte Vrouw, is corona een hoax, ja of nee? Klavervrouw, welke Nederlandse DJ mag na corona nooit meer terugkomen? Schoppenvrouw, zonder groepies zou mijn werk een stuk minder leuk zijn, ja of nee? Ruitenvrouw, diep van binnen ben ik een seriemoordenaar, ja of nee?
Ja, dat zijn ze, jongens. Kijk maar eventjes naar je kaarten en bedenk... Ja. Ik maak me niet druk. Nee, jij zit goed? Nee, oh, ik zou er wel een willen ruilen. Je mag het voorstellen, ja. Maar weet niet welke dan, toch? Hij mag niet weten welke die nou voor krijgt. Wil je er eentje ruilen? Ja, even eentje switchen. Gewoon voor de gezelligheid. Eentje switchen. Nou, daar gaan we. Ik weet sowieso welke jij eruit hebt. We gaan er zo op komen. Ik ga naar de Harte Koning. Wie heeft Harte Koning? Ik heb Harte Koning. Harte Koning, de vraag is: ik ben stiekem gewoon jaloers op DJ Wef op haar Phonix Award. Nee, zeker niet. Nee? Nee, wil je ook toelichting? Ja. Ja, die willen we graag. Het is natuurlijk altijd leuk om een award te winnen, maar als het van tevoren niet winbaar is door following, door soort following, ja, dan is het ook niet erg. Oké, dus je hebt als het een eerlijkere strijd was geweest... Had je liever een jury award gehad dan? Denk het wel, ja. Ja, ja? Ik vind sowieso dat zeg maar niet alleen gebaseerd op stem is. Want ik bedoel, als je dan iemand doet met 400.000 volgers... Die wint er altijd. Die ook al is hij niet eens DJ. Even voor de duidelijkheid, afdeling, was het de DJ Award? Hè? Ja, dat was de DJ Award. Jij zat daar in de studio met Freddy, volgens mij. Met Freddy Moreira, met Naftalira Mona, met Wef en met... Dat was het, denk ik. Ik weet niet meer. Oké, ja. Maar niet jaloers, maar je hebt wel het gevoel, het kan anders. Nou ja, ik bedoel, kijk, ik gun het iedereen. Ik gun het haar ook. Ik bedoel, ze is ook DJ en het is blijkbaar een publieks award. Alleen, het zou wel leuk zijn als er een bepaalde contest of een soort van jury award meer is. Of dat het meer gaat meewegen, los van stemmen. Duidelijk. De Klaverkoning, wie heeft die? Oh, die heb ik, man. Die heb jij. Voor altijd met één vrouw zijn of nooit meer in je leven een vaste relatie? Oh, voor altijd met één vrouw zijn. Ja, je kan ook niet dankjewel meer anders, hè? Dankjewel voor deze, dat was heel makkelijk. Je hebt er altijd huwelijk gevraagd. Ja, we werden helemaal gebakken. Oh, jij had een goede kaart. Schoppenkoning, wie heeft die? Ik. Nou. Het is allemaal wel heel toevallig, hè, dat hij precies die kaarten heeft. Dat vind ik nou, wel, ik ben wel benieuwd. Faya Laurens, ik ben fan van haar, ja of nee? Ik ben zeker geen fan van haar. Oh. Maar fan is, wat is de definitie van een fan? Nou ja, dat je haar adoreert. Ja. Nee. Alles wat ze doet. We zijn toch, wat is het? Nee, ja, tuurlijk. Laat ik het zo zeggen. Het is publiekelijk natuurlijk bekend. Ik heb wel respect voor haar hardwerkende mentaliteit, maar ik kan zeker niet zeggen dat ik een fan van haar ben. Publiekelijk is natuurlijk bekend dat je een relatie met haar hebt gehad. Zeker. Wat wil je daarmee? Dit wordt dat momentje wat veilig moet gaan. Ja. We moeten er nu over de kling jagen. Ja, hier heb ik uren op. Ik wilde eigenlijk die weggeven, maar ik wist niet meer welke het was. Je hebt gewoon de verkeerde kamer gegeven. Ik heb die Schoppenkoning per ongeluk gegeven. Oh. Of Klaverkoning. Ja. Heb je nog een bepaald gevoel bij haar? Positief of negatief? Nou, dat mag. Maar wel. Ja, nee, ja, nee, ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik denk dat... Heb je een ex? Ja, sowieso. Ik heb echt hele teamboeken over. Nee, dat weet ik, ja. Nee, maar je hebt natuurlijk altijd wel positieve en negatieve gevoelens, denk ik, bij een ex. En tuurlijk zijn die er. Maar ik heb zeker geen verliefdheidsgevoel of houden van gevoel bij haar. Is het meer positief of meer negatief? Persoonlijk? Ja. Nou, als je er zo lang over na moet denken. Nee, het is lastig. Ik bedoel, ja, ik denk dat de negatieve dingen vaker meer bijblijven dan de positieve dingen. En ze wegen zwaarder vaak. Wegen vaak zwaarder bij mij, ja. Duidelijk. Ja. Ruitenkoning. Die heb jij zo. Dat was net... Nee, sorry. Ja, ik snap, waarom je daar niet heen wil. Want de vraag is, wanneer ben je voor het laatst vreemd gegaan? Nou, die is wel bekend. Recent. Ja. Oh, ik had per ongeluk twee vriendinnen. Ja, per ongeluk twee vriendinnen. Ik ging helemaal mis. Ja, ik had namelijk een vriendinnetje en toen leerde ik Lissy kennen. Ja. En toen is dat toch misgegaan. En toen zei Lissy van, ja, je moet wel uitmaken met die ander. En toen zei ik, ja, dat doe ik. En, ja, dat helemaal was ik toen vergeten. Ja, het ging helemaal mis. En hoe lang ging dat door? Nou, dat ging... Nog steeds? Van het weekend. Nee, zij ging een weekend naar Parijs. En dat was ook het weekend dat... Godverdomme, ze ook weer wist. De oppas van haar zakenpartner, die zei... Nou, volgens mij zag ik gewoon zijn ex bij hem thuis binnenlopen. En toen kwam het natuurlijk uit. Dus dat heeft precies een weekend te lang geduurd. En hoe gaat dat dan? Want op een gegeven moment moet je haar dumpen natuurlijk. Nou, op een gegeven moment zei ik tegen haar... Ja, weet je wat het is? Jij ging naar Parijs. En zij stond voor de deur. En dat was ook zo. En ik weet niet, man. Ik was te
pussy om haar de deur eruit te zetten. Nou, het ging wel om pussy, maar dat was... Ja. Ik geloof niet dat je te pussy was. Dat is, ja, dus dat, maar dat is dan ook wel de laatste keer. Word je er nog steeds mee geconfronteerd? Ja, regelmatig. Regelmatig, want degene die ook toen haar dringend dat advies gaf van deze gast, daar moet je echt niet aan beginnen. Wat is dit voor motherfucker? Wat ja. volkomen terecht was. Dat is nu een goede vriendin van mij geworden. En die heb ik ook wel, ja. Die heb ik helemaal... Dus daar probeer je ook mee naar bed te gaan. Okay, ja. Harte vrouw, wie heeft hem? Ik. Johnny 500, is corona een hoax, ja of nee? Ik denk wel zeker dat er dubbele agendas spelen. Dat het virus echt is, daar ben ik het wel mee eens. Ik bedoel, het is sowieso een heftig virus. Ik ken ook wel een paar mensen die het hebben gehad die gewoon gezond waren. Alleen of het nog steeds wel schadelijk is, hedendaags, daar zijn zeker mijn vraagtekens over. Een virus kan muteren over de tijd en groepsimmuniteit. Dus is het een hoax? Nee. Wordt het gebruikt om andere dingen te bereiken? Ja. Duidelijk, heel duidelijk. Maar duidelijk, ik denk dan ook wel dat bij de ouderen het een ander verhaal is dan bij jongeren. Ik ken ook heel veel, ik ken ook een paar... Nee, maar daarom is het denk ik geen hoax, alleen het heeft zeg maar meerdere kanten, denk ik. Ik bedoel, hier is geen ja en nee antwoord op eigenlijk. Okay. Het is een hoax is het niet, een hoax is het sowieso niet, want het is sowieso een schadelijk virus. Alleen is het doel heiligt de middelen in dit geval en is het echt zo schadelijk als we denken voor een bepaald soort... groepen in deze tijd, na mutatie van het virus, denk het niet. Oké, okay, duidelijk. Klaver vrouw. Dat ben ik. Die heb jij? Ja. Dat gaat wel echt zo lekker om en om. Ja. Welke Nederlandse DJ... Oh, shit. Mag, mag na corona... Oh, nee. Heb jij ook de verkeerde kaart weggegeven? Je hebt de verkeerde kaart weggegeven. Goed, Yuki, de vraag is voor jou. Kut, hier heb ik dus helemaal niet meer over nagedacht ook. Ja, nou mag je nu antwoorden. Welke Nederlandse DJ... Welke Nederlandse DJ mag na corona nooit meer terugkomen? Ja, en het moet een bekende DJ zijn, hè? Ja, niet ja voor, nee, tuurlijk. Ja. Even kijken, welke bekende DJ mag dit, hè? Oh, dan gaat me... De vraag is, wie mag je niet of wie mag je juist heel goed dat je het wel kan maken? Oh ja, dat is natuurlijk ook, gewoon zeggen, mijn eigen DJ, maar dat, nee, die moeten nog wat terug. Even kijken. Nou, weet je wie ik wel kan missen? DJ Wef. Ja? Ik wist namelijk niet wie dat was. Oh, okay. Dus ik zou niet. Hij heeft nu toch een prijs? Ja, ze heeft de prijs gewonnen voor beste DJ. Die kan eigenlijk gewoon met pensioen, toch? Op het hoogtepunt van de carrière. Op het hoogtepunt, toch? Ja, maar ik wist dus serieus niet wie weg was. Op je hoogtepunt, toch? Mooi. Oké, nou die gaat ook nog meer op TikTok staan. Goed zo. Schoppen. De organisatie die kijkt al zo van, jongens, Sorry, Web. Schoppenvrouw, wie heeft hem? Ja, die heb ik. Oké. Nou, we wisselen echt heel goed af. Zonder groepies zou mijn werk een stuk minder leuk zijn, ja of nee? Ja, het geeft wel extra waardering. Heb ik er ooit gebruik van gemaakt? Wel eens. Maar ook niet, ik vind wel eens klonk meer als van... Nee. Ik ben sowieso niet een wildling. Ik bedoel, ik ben iemand, ik vind het leuk om een gezellige avond te hebben. Maar ik vind het leuk als daar iets meer contact bij is dan een of andere stinkbier KUT. Maar dat vind ik sowieso wel opmerkelijk aan jou. Want jij wordt altijd een beetje als de mooie jonge DJ gezien. Mm-hmm. Maar altijd als ik daarover begon, dan merkte ik, daar wil je eigenlijk helemaal niks van weten. Nee, want ik denk dat ik aardig kan draaien en dat ik muzikaal ook wat doe. En ik denk dat zeg maar dat uiterlijk gebeuren, dat boeit helemaal niet. Nee. Ik bedoel, ik denk als ik dat niet had gehad, had ik misschien minder groepjes gehad. Maar ik krijg dagelijks DM's van jongens van, oh, dit vind ik zo top, dit vind ik dope, vette muziek, dit. En ik vind dat de focus daar meer op moet liggen. Wat was je meest groepie-achtige DM die je ooit gehad hebt? Dat is een lastige, maar ik krijg wel vaker gewoon DM's na een show. In de tijd dat we nog DJ waren, kreeg ik wel eens een DM van wat doe je vandaag, kom, ik ben met 3 vriendinnen of zo. En dan willen ze gewoon met z'n allen... Mis je dat nu? Nu dat nu zeg maar niet meer zo... Nee, maar ik op de gastenlijst zitten. Ik zie je vanavond en dan zie je toch meisje zo... Vaak is oppervlakkig contact, zeg maar, en dat bedoel ik gewoon met mensen, en niet eens vrouwen gewoon, is soms best vervelend, omdat mensen heel veel van je willen weten en altijd willen weten, waar komt de vraag Johnny 500 vandaan? Die rust die ik nu even heb is wel lekker, maar tuurlijk, ik waardeer wel als mensen dingen van je willen weten. Dus ik denk wel dat stiekem dat ik het wel mis, Ook de waardering. Gewoon. Laatste vraag. Ruitenvrouw, nou dat moet jij hebben. Ja, dat kan niet anders. Ja. Diep van binnen ben ik een seriemoordenaar, ja of nee? Nee. Nee? Nee. Nooit gedacht van, ik zou wel eventjes iemand... Nee. Nee, wel, hoe heet die serie? Dexter. Dexter gekeken en gedacht, dat is wel fucked up. Maar nee.
Heb je nooit dat je bijvoorbeeld iets ziet en wat als ik deze persoon nu hier duw of zo? Nee, ik heb wel... Ik herken aan jouw gezicht dat je dat wel... Ja, wat ik wel heb gehad is... Wat als ik hem nu sla? Ja. Ja. Wat gaat er dan gebeuren? Als die trein nu voorbij komt? Nee, wat ik wel heb gehad is... Ik ben besmet geweest met coronavirus. Oké. Okay. En toen kreeg ik... Wel fijn dat je dat achteraf... Ja. Oh, shit! Wel heel lang geleden. Oh, okay. Maar toen kreeg ik dus quarantaine. En toen dacht ik... Ja, toen liep ik zo in de, dacht ik, ik moet eigenlijk toch naar de supermarkt. Ja, ik breng toch wel andere mensen in gevaar. Ja. Maar wat heb je toen gedaan? Boodschappen. Nou, de boodschappen. Nee, ik ben niet naar de supermarkt geweest. Ik ben wel buiten geweest. Dus ik heb mezelf niet, ik heb wel wandelingen gemaakt. Okay. Maar ik ben wel bewust om mensen heen gelopen. En je kan niet de hele tijd binnen zitten. Dat is natuurlijk gewoon... Maar hoe merk je nou dat je corona hebt dan? Nou, ik had super weinig symptomen. Maar ik was in contact geweest met iemand die dus positief was getest. Die belde mij en die zei, ik ben positief getest. We hebben heel weekend lang bij elkaar geweest. En moest ik nog ook nog uitleggen aan mijn vriendin. Nee. Maar en ik was één dag, voelde ik me niet super lekker. Het was overigens dat het ook 36 graden was. Dus ik dacht, joh, het is fucking warm. Ik voel me niet lekker. Maar dat dacht, het komt door het weer. Toen later belde ze me op, ik ben positief getest. Toen dacht ik, dan ga ik me ook laten testen. Terwijl ik testaanvraag kon de volgende dag. En die avond merkte ik dat ik niks meer proefde. Dus mijn vriendin had truffelkaas en ik nam een hap en ik zo, hè? Dat moet je wel echt proeven, joh. Yo, niet een beetje. Ik proefde niks. Het leek wel alsof ik op een stuk plastic. En dat duurde nog best wel lang, dat ik niks proefde. En ik rook ook niks meer. En toen dacht ik wel, dan denk ik dat ik het wel heb. En toen kwam dus 2 dagen later die testuitslag binnen en toen was het dus positief. Okay. Ja. En dat is op een gegeven moment al mee weggegaan. Nou, mijn vriendin die was ook in contact geweest met haar. En die heeft zich ook laten testen. En die kreeg negatief. Dus heb ik tegen mijn vriendin gezegd, ga jij maar weg. Ga jij maar even bij je ouders zitten. Want ook omdat ik dus eerder ziek was geworden, hebben ze een soort contactonderzoek. Dat was het moment van besmettingen. Ja. Als je 24 uur zo lang hebt, dan moet je tot zo lang minimaal in quarantaine. En dat was voor mij nog 3-4 dagen of zo. Dus moest ik nog 4 dagen moest ik even overbruggen. Alleen, maar which is fine, want mijn vriendin is zwanger en dat wilde ik ook niet in gevaar brengen. Nee, dus ik zei, ga jij maar weg en ik blijf hier. Ja. Maar ik heb verder, dat is ook zo dubbel, ik heb er dus geen last van gehad. En dan denk je dus, dit hele fucking land staat op zijn kop en dit is wat het is geweest voor mij. Hè, ja, tuurlijk. Als ik uit mijn eigen zin heb. En losgelaten wat het zo voor mijn vader zou doen, maar... En dan denk ik, dat is best wel pijnlijk. Dat ik dus niet kan werken, ondanks dat ik het dus wel heb gehad. En dat het weet niet wat heel het met jou heeft persoonlijk heeft gedaan. En wat het ook met heel veel anderen kan doen. Ja, en dat gaat dus wel. Wat het dus doet met bijna iedereen die in een club komt. Want stel je hebt astma of je hebt onderliggend lijden, ga dan niet daarheen. Maar stel mensen die zo vitaal gezond zijn als wij. Er zijn ook mensen bij wie dat is fout gegaan, maar dat was voor mijn gevoel meer in het beginperiode, waarin het virus nog echt niet bekend was. Ja, maar jij bent ook fit, hè? Je traint ook veel. Is fit zijn, gezond eten en een gezonde lifestyle essentieel tegenwoordig? Ik denk sowieso dat het goed is voor je geest om te trainen. Dat brengt bepaalde stofjes vrij, waardoor je ook gewoon fijn voelt. Ik denk ook dat ik mijn dag dan goed start. Ik denk sowieso dat gezond leven überhaupt belangrijk is, het leven. Niet in deze tijd, maar ik denk als jij heel dik bent of je hebt... Ik heb toevallig daar een NOS-filmpje over gezien, over wat de echte pandemie is. En dat is obesitas weet je wel. En nu uitzicht dat, omdat van de jongeren die... Dus Risa, jij begon de lul. Ik voelde me heel erg aangesproken. buikvet. Zorg maar voor dat jij geen corona krijgt. Ja, dat gaat wel een dingetje worden. Ja, maar goed, dus dat is ook weer zoiets. Maar er zijn zoveel... Je bent goed afgevallen, toch? Ja, ik ben al 25 kilo afgevallen. Ja, is toch netjes. Ja. Nou, maar daar begint het. Ja, maar hey... Respect. Ja, toch? Ja. Respect, maar ik was ook een paar jaar van tevoren gewaarschuwd dat corona eraan kwam. Ja. Hey jongens, dank jullie wel voor jullie eerlijkheid, man. En de gezelligheid was de eerste podcast. TikTok. Ik vond het leuk. Ik vond het ook wel leuk. Anders, hè, normaal gesproken dan... doen we radio. Nu in één keer... Ik vind het echt raar dat Donald Trump dit wil verbieden. Valt er mee?
Wat podcast? TikTok, toch? Ja, oh, TikTok. Zal ik de grappen maken? Ja, sorry. Hey, voor iedereen die natuurlijk aan het kijken, aan het luisteren is. We gaan ook wat weggeven. Hè? Altijd leuk om wat weg te geven. We hebben hier wat leuke merchandise van TikTok. Een trui. Ries heeft hem aan. Die doe ik niet meer uit. Zit die? Ja, nu een stuk wijder dan dat hij was. Oh, nee. Ja, dus die kan je winnen. Nee, we hebben allemaal gewoon een TikTok pakket. We gaan een TikTok pakket voor je maken. We gooien er ook wat snoepjes bij, wat chocola. Ja. Maar dan moet je heel eventjes, dan moet je wel even naar YouTube gaan. En dan moet je, of op Facebook. En dan moet je even een opmerking plaatsen waarom jij of je vrienden een merchandise pakket zouden moeten winnen. We gaan er helaas geen kaarten voor weggeven. Dat wordt een beetje lastig. Maar de volgende TikTok, dan gaan we even de winnaar bekendmaken. En dan gaan we dat opsturen. Komt helemaal goed. Ja, jongens, thanks man. You're welcome. Jullie dank. Jullie wel. Oh ja, en subscribe hier. Hè. Even liken. Komt helemaal goed. Wauw, je influenced hem kapot. Lekker. Ik influenced hem kapot. Hey! Nice. Zag je wat ze deden bij TikTok? Yes. Die jongens daar zijn aan en dat weet je.